Hallo allemaal, welkom bij de volgende video. We gaan het nu hebben over medeklinkers. Wat zijn dat? Nou, eigenlijk heb je er al heel veel mee geoefend. We hebben namelijk heel veel gehad over de B, de H, de K. Dat zijn allemaal medeklinkers. Maar je ziet hier een alfabet. Zijn dat allemaal medeklinkers? Nee. Bijvoorbeeld de A is geen medeklinker, maar dat is een klinker. Waarom? Bij de A is er niets wat de lucht in jouw keel tegenhoudt. Probeer maar. A. Jouw tong is helemaal weg. Jouw mond staat helemaal open. Ook jouw tanden, die zitten niet op elkaar, maar uit elkaar. De A is helemaal vrij. Terwijl bij de B, als je dat zegt, dan doe jij je lip op elkaar. B. Hetzelfde voor bij de P. Terwijl weer bij de E, je tanden, je lippen, je keel, die houden de lucht niet tegen. Ook bij de E en de O en de U. Misschien lijkt het heel moeilijk om te onthouden, om alle medeklinkers. Misschien moet je juist onthouden dat alleen de A, 1, 2, 3, 4, 5, de klinkers. Eigenlijk als je alleen die onthoudt, de rest zijn allemaal medeklinkers. We gaan even oefenen. Kijken of je mij kan verstaan. Welke medeklinker hoor je? Ik ga een zin voorlezen en dan moet jij even nadenken wat hoor je precies. Ik trek mijn jas aan. Welke medeklinker is dat? Ik trek mijn jas aan. Het is de N. Volgende. Welke medeklinker hoor je? Jan heeft pijn in zijn been. Wat hoor je? Been. B en een N. Wie niet hoort is doof. Wat hoor je nu? Wie niet hoort is doof. Een D en een F. We gaan naar de laatste. Welke medeklinker hoor je nu? Koop een fles melk. Ik koop een fles melk. Dat gaat om de K en de P. Eigenlijk is voor vandaag is een herhaling. Alle medeklinkers die je vandaag hoorde, die heb je al een keer gebruikt. En je gaat gewoon even testen, kijken hoeveel je nog weet. Spellingen in de lucht, bladzijde 26 moet je maken. Als je nog vragen hebt of je begrijpt het niet, gebruik ook Google Translate, maar je kan ook mij bellen of WhatsAppen. En vergeet ook niet om magister te kijken voor huiswerk van de andere docenten, de meesters en juffen. Succes!